Familie is alles. Maar behalve de Dondersclan heeft hij nu ook schoonfamilie. Vandaag gaan de zwangere tortelduifjes gezellig een hapje knagen bij Michels vader en haar halfbroer in Geldrop. Ik ben benieuwd wie die pap weer allemaal heeft. Ik ook. Kijk, kijk, kijk. Hallo. Daar zijn ze dan. Hoi, pap. Hoi. Hoe is het? Goed. Hey. Hoe is het? Alles goed? Ja, goed. Mooi, mooi. Onwel. Zeker. Schoen uit. Zo. Mooi. Zo. Hoe is het? Alles goed? Ja? Ja, zeker. Ik weet nog goed, de eerste keer dat ik bij die pap binnenkwam, was het meteen... Ik weet niet, het was gewoon meteen alsof ik al 10 jaar over de vloer kwam. Ja, ik weet niet, dat was gewoon heel goed meteen, toch? Ja. Ja. Ja, mijn schoonvader zit dus in de ijsdrankjes. Scoppino. Is het nou Scoppino of... Scroppino. Scroppino. Ik zeg altijd Scoppino, maar dat klopt niet dan. Nee, dat klopt niet. Nee. Proost. Ja, ze zeggen jongens, proost. Proost. Op de gezonde baby. Op de kleine donder. Ja. Ja. Dit is zo'n lekker gerechtje. De stoofschotel van oma. Ja. Of nee, jachtschotel. Jachtschotel. Dit is het enige gerecht waar jij nog even moet leren van jullie oma. Oh, daar zijn er 2 dagen ben ik mee bezig. Ja, maar ja, die vindt jouw man lekker, hè? Dus dan moet je het dan toch gaan leren. Ik maak eigenlijk alles wat mijn man lekker vindt, dus ja. Ja, ik eet ook alles wat jij lekker vindt. Dat vind jij nou intussen ook lekker? Ja. Gekoelde ijsdrankjes, stoofschotel. Roy treft het met een schoonpapa die van eten en drinken houdt. Maar in het begin kneep hij hem wel. Maar moest je er niet een beetje aan wennen, Peter Himmel? Ja, toen Mies vertelde van... Ja, ik ga met Roy Donders. Ja, ik moet zeggen, ik was best wel een beetje... Ik zal niet zeggen dat ik ervan wakker heb gelegen. Maar ja, het ging wel een paar keer door mijn hoofd heen dat ik dacht van... Ja. Ja, gaan ze dat niet raar vinden? Of denken ze straks niet van... Ja, wij moeten nou mee zo'n homo. Dat was eigenlijk wel voor ons thuis ook wel even een moment van... Michelle, waar ben je nou ineens mee bezig? Ja. Want Roy is toch voor de mannen. En hoe kan jij nou ineens... Of wordt het gewoon een vriendschaps... Wij wonen een tijd gehouden. Zullen we gewoon een vriendschapsband hebben? Ja, totdat je eigenlijk bij ons binnenkwam. En Michelle was eigenlijk redelijk te snel bij ons duidelijk... dat het echt meer was dan alleen maar zomaar een vriendschap. Ja. Dus wij moesten er wel even over nadenken. Dat is natuurlijk ook omdat... Ik kom net uit de andere kant om, zeg maar. Dus ik was eigenlijk... ik had natuurlijk eerst een vrouw en daarna ben ik met een vriend samen gegaan. Haar vader heeft eigenlijk een beetje het soort hetzelfde meegemaakt als hoe het bij mij is gegaan. Alleen dan net andersom, zeg maar. Dus die had eerst een relatie met een vrouw. Daar is Michelle uit ontstaan, uitgekomen. En eigenlijk vrij snel daarna... Een paar jaar later, toen heeft mijn vader een vriend gekregen. Dus die is al... Ik weet niet beter als heel mijn leven met een man samen. Ja. Ja, dus voor mij is dat ook gewoon geen ding, nee. Een man kan een relatie hebben met een vrouw, of een man met een man, of een vrouw met een vrouw. Ja, dat is... Geslacht is voor jou nooit een ding geweest. Nee. Ik zag van jullie allebei 2 keer geluk, en ben ik gewoon eerlijk. Ik zag daar gewoon 2 hele gelukkig stel binnenkomen. En ik vind dat is altijd de basis waar het moet zijn. Ja. En dan weet je gewoon, dan kunnen we verder, weet je wel. We liggen gewoon qua denkwijze... Op gelijke. Op bijna alles denken we hetzelfde. En soms zeggen we wel eens, het is ook niet goed om heel veel op elkaar te lijken. Maar ja, bij ons is het wel goed. In ons geval wel, ja. En het bleef nog lang onrustig in het lommerrijke Gelderop. Blijf bij me, nooit meer alleen.